Yes, what up en welkom bij een nieuwe aflevering van Maarten Nijers. De show waar we bekende Nederlanders en YouTubers naaien. Inderdaad, Q. Ja. Mooi gezegd. Ja. Doe ik het goed? Ja? Ah, heerlijk. Jij doet het gewoon heel goed. En in deze aflevering gaan wij Nina Waring naaien. Kijk, dit is Nina Waring. We hebben Iris Endhoven geregeld. Iris Endhoven is een van de beste vriendinnen van Nina Waring. Klopt. En Iris die presenteert ook toevallig het programma Boeiend voor Concentrate Bold. En wat Nina dus denkt, Nina die denkt dus dat ze geboeid een opdracht gaat uitvoeren die ze nog niet heeft gedaan. Dat was namelijk beloofd of zo, weet ik veel, boeit allemaal geen reet. En zij denkt dus, nou, we gaan parachute springen, fucking vet, voor mijn droom. Ik wil het heel graag doen. Wel een beetje spannend, maar wel heel eng. En wij gaan het helemaal verneuken voor. Ja. Voor deze prank hebben wij één groot hoofdpersonage. En die man, die heet Hans. Hij is een vlieginstructeur. Hij is een ranzige man. Hij gaat Nina betasten. Kijk, hier heb je een foto van vieze Hans. Gadverdamme. We walgen van je Hans. Wat een nare vent is dat. Smerig mannetje zeg. Hans, de handtastelijke. En moet je nagaan, gewoon een acteur. Eigenlijk wel een hele redelijke gast. Ik heb trouwens een goede punchline. Wat dan? Handtastelijk. Tik hem aan alsjeblieft. Nee? Ik vind hem zo goed. Snap je? Hans? Ja, hij is wel goed. Ik moet hem even laten vallen. Ik moet hem even laten bezinken. Maar over vallen gesproken, Nina moet ook vallen. Wat staat hier nu? Ja, en Nina die naar beneden springt. Ah, nee, dat is een foto van Frans Bauer, joh. Ah, shit. Nog een keer dan? Ja. Ah ja, dat is vallende Nina. Wij moeten gaan voorbereiden. We moeten deze shit in elkaar gaan stampen. Q, wij moeten dit gaan doen. Ja. Nina Waring, we gaan je naaien. We zijn vandaag op vliegbasis Hilversum en hier gaan we straks Nina Waring naaien. Hier zo, in deze rode auto, zit de eerste camera. Ik zie hem niet eens, man. Hier achter de camera komt zij vandaan, dan kan je heen kijken. Oh, dames eerst, toch? Dames eerst. Hier hebben we Hans. Hoe is het? Goed, hè? En Hans is een beetje dronken. Hans gaat Nina voorbereiden om het vliegtuig te laten zitten en Hans, te laten springen. Jij bent eigenlijk een hele smerige man. Ja man, een beetje maar. Wat vooral het belangrijkste is dat je naar alcohol stinkt. En dat geeft nou niet echt heel veel vertrouwen volgens mij als je denkt dat je straks uit een vliegtuig gaat springen. Ja. Want Hansi die gaat straks eigenlijk hier zo de introductie doen met een soort van pils in zijn hand. Hiermee naartoe, hè? Ja, hij gaat ze hiermee naartoe nemen in dit hele donkere, enge gangetje, wat heel vies is. En dan komen we hieruit. Ja. Hier hangen toch een paar camera's, dames en heren. Dit is echt upgrade nummer 1 van Matenaiers. Kijk eens hierboven, beveiligingscamera nummer 1. En dan hebben we daar nog precies dezelfde hangen. Volgens mij moet Nina hier allemaal shit doen. Ja, ze moet oefeningen gaan doen, want je kan natuurlijk niet zomaar gaan springen. Hoe werkt dat dan? Gewoon zoals dat je zeg maar... Face first, hè? Ja. Oh, kut. Oh. Hier gaat ze liggen. Ja, ik weet precies hoe dit werkt. Dit is een oefening voor als je in de lucht hangt. Okay. Dan moet je eigenlijk met je buik erop gaan liggen. En dan zou Hans dus een beetje lekker zo gaan staan. En dan gaan we zo een beetje bewegen. Dit is ongemakkelijk. Dit is vrij ongemakkelijk, ja. Ik denk dat dit een van de allereerste plekken is waar Hans op een redelijk ongepaste manier aan Nina gaat zitten. Dat hij een beetje vies begint te worden. Ja, hier zo gaat hij, ja, maar ook handtastelijk, weet je. Gewoon een beetje aanraken, gewoon. Wat Calvin eigenlijk normaal doet. En ja, volgens mij alleen koffie. Hier gaat hij instructies geven. Ze moet ook nog eens hierin gaan zitten. Om even te kijken of het pak past. Of te kijken hoe dat voelt, weet je. Dat zit in een parachutepak. En als ze hierin zit, dan gaat er ook nog allemaal andere dingen gaan. Ja, hier zit een geel touwtje. Ja. En dan trek je eraan en dan zak ze nog even naar beneden. Even de schrik. Ja. En dan zegt hij ook van ja, beter dat het hier gebeurt dan... Ja, want het hoort namelijk niet dat je even naar beneden zakt. Dus als zij hier gaan trekken en ze vliegt naar beneden, dan denken ze, kut, ik ga dood. Maar uiteindelijk komen ze hier terug. Ja. En dan gaat het vieze beginnen. Want hier zo wil Nina niet het vliegtuig in. Hans die zegt, kom het vliegtuig in. Glenn die zegt, de cameraman van Boeien, die zegt, kom het vliegtuig in. En Iris ook. Iris ook. Dus ze zijn eigenlijk gewoon een beetje haar aan het pushen. Iedereen pusht haar. Om erin te gaan. Nina wil niet, want die denkt, ik ga dood als ik hierin stap. Ja. En dat wordt het drama. En dan komen wij hier aan en dan zeggen wij... Je bent genaaid! Gaat Nina huilen, ja of nee? Ik ga wel voor een traantje. €10 gaat huilen. Ik zeg net niet. Net niet. Oké. Succes. Ja, jij ook. Ik ga €10 winnen. Denk ik. Dit is de ruimte. This is where the magic happens. Laten we lekker gaan zitten, Q. Ik denk dat Nina kan gaan komen. Ja, ik hoor een auto. Stap uit. Ja, ze hoort een auto, gek. Dat zijn ze. Ja. Wat de fuck zijn? Het voelt als een bos. Oh, wat erg. We gaan weer iemand lopen naaien. Ik hoor een helikopter. Steam is Nina. Ik hoor een helikopter. Oh, wauw. Ja. We zijn op de locatie. Jij mag je blinddoek afdoen. Zal ik je helpen? Zo.
En je mag een beetje om je heen gaan kijken. Nee, ik durf gewoon niet te kijken. Hoezo niet? Nee, ik durf niet. Gaan iets doen wat jij heel graag al wilt. Nee, moet ik echt uit de vliegtuig springen? Ja, je gaat uit de vliegtuig springen. Oh my god, maar dan moet ik me echt helemaal voorbereiden. Ik kan dat niet. Maar dat klopt, ze moet zich echt voorbereiden. Ja. Maar ze weet nog niet hoe. Ik weet echt niet wat ik moet zeggen. Ik krijg eerst natuurlijk een cursus. Ik moet even zoeken waar die instructeur is. Ga ik het echt nu doen? Nee, je gaat vandaag gebeuren, Nina. Nu, Nina. Ik vind het fucking leuk en het lijkt misschien niet zo, maar ik ben even helemaal gewoon... Even knop omzetten. Holy shit. Je vindt het nu al eng en dan gaat er ook nog een of andere rare man gaat er een heel naar gevoel aan praten en dan wil ze al helemaal niet. Oh, maar ik vind het echt mega leuk. Ja, toch? Ik vind het echt leuk. En ik ben erbij om je een beetje doorheen te slepen. En we gaan gewoon naar binnen, we gaan naar de instructeur. Ik hoop dat Hans gewoon geloofwaardig is, man. Hij mag niet opfokken, anders gaat Hans de kofferbak in, man. Ja, echt. Ja. Dat is een hele andere deel van Maarten dan is. Ja, dat is wel lekker. Oh, shh. Goeiedag. Hi. Hans. Nina. Hoi. Yes. Wil je wat drinken? Wat fris of een biertje of zo? Oh, nee, mag alcohol. Ja, ik denk dat je een beetje... Ja, mag ik een iets alcoholisch? Bier is prima. Ga ik met u springen? Jazeker. Oh my god. Zit u al wel lang aan het bier? Maar val mee al. Ja. Ik ben zelf de piloot niet, dus dat scheelt. Hè. Ja, dat scheelt. Ik doe het alleen maar dat parachute uit. Loop maar even mee. Hans, je bent fucking goed bezig. Zo. Ze lopen nu hier langs. Nu. Welkom in het Walhalla van ons parachutistencentrum, hè. Die Hans is top. Die loopt echt soort van half mank met zijn biertje in zijn hand. Kijk nou. Oh. We gaan een oefening doen. Kijk Nina, die doet het. Nina wordt ongemakkelijk. Deze is voor jou. Oh, gelukkig heb ik geen jurk aan, dus dat scheelt. Wacht. Zo. Oh. Ja, Hans, raak hem maar even aan of zo. Ja, man. Hoppatee. Zo. Staat wel stoer. Kijk die Hans staan. Kijk. Nu lekker dat pakje is lekker ze dicht te trekken en zo. Ja. Even bezig, ik ben zo terug. Volgens mij is die lamp hoor. Ja. Hij leent me tegen die muur aan. Die leent me tegen die muur aan. Ja, maar hij doet de deur open en hij doet het echt zo. Ja, maar hij gaat niet vliegen, dus dat maakt niet uit. Maar hij moet hem met parachute uittrekken. Oh, ze vinden het niet fijn. Nee, ze vinden dit al niet fijn. Nou ja, even één biertje om te beginnen. Het is juist wel leuk even een proost. Dan gaan we van. Yo. Ik zou zeggen, ik ga hem even liggen. Zo, gewoon? Hier op je buik, zo, ja. Mama, sorry. Ik ben je een beetje zo, zo, ja. Ik zit aan u vast, toch? Dan zit je aan mij vast, ja, uiteraard. En dan kan het zijn dat we gaan tollen. En dan... voor zoiets. Die Hans. Ja, hoe hoog gaan we eigenlijk? Lekker bij de billen. Ja, maar dat kan ik nog wel aan, want ik hou wel van een achtbaan. Het is zo knullig. Oh, hij zit aan de bul, echt. Maar het gaat toch wel sneller in de lucht? Het is een beetje... Ja, we vallen met 200 km per uur vallen we naar beneden. Ah, ik ben een beetje prettig gestorven, maar dat maakt niet uit. Oké, dat is tof. Ik zal even voordoen hoe uit het vliegtuig moet springen. Niet in beeld is. Kijk dit. Hans moet niet te overleven gaan doen. Je laat je op je zij vallen, hè? Dat weet ik niet. Ik weet niet wat ik moet doen. Zo. Wat nu belangrijk is, is dat Iris vanaf nu gaat doen alsof het gewoon oké is, weet je, hoe alles is. En Nina moet alleen maar denken van, what the fuck. Hans, nog even naar buiten. Ja, top Hans, top. Is hij lam of vet? Ja, ik heb zelf wel een keertje parachute gesprongen. Dit doet ze allemaal een beetje... En die parachute ging niet open, dat zie je nog steeds. Gaat goed allemaal? Ja. En dan krijg je nog een stukje theorie, kom maar mee. Oh. Was dit alleen de praktijk? Nee, we krijgen daar nog wat. Kom maar mee. Oké. Elke keer die biertjes. Gaat het helemaal goed? Ga hier even zitten. Ben ik in veilige... Ja, zeker hoor. ...land zo meteen. Hier maar zitten. Hans, pak nog maar een lekker biertje. Ja, goed zo lekker, Hans. Lekker Hans. Hans betaalt de schade. Ja, kijk, dit is top. Dit is top. Pak nog maar een lekker biertje. Goed zo. Hoe ben je hier opgekomen? De piloot mag je in natuurlijk, hè? Nee, precies. Nee, ik hoef niet hoor. Nee, wij zijn oké. Wij zijn helemaal oké. Misschien bent u ook wel oké. Hoeveel drinkt u altijd voordat u gaat springen? Nou, ligt er aan hoe zenuwachtig ik ben. Bent u zenuwachtig nu? Nou ja. Ik ga even wat schetsen.
Okay. Dit is het vliegveld eigenlijk. Dit is het noorden. Ja. Dit is het zuiden. Mm-hmm. Oosten. West. Westen. Hoe hoog zijn we ongeveer? Ongeveer 4000 voet, 1,5 kilometer. Oh jongens, Nina wordt zo ongemakkelijk. Alleen maar handig, als we even de harnastest gaan doen, dan weet je, voel je hoe dat een beetje naartoe gaat. Hè? Dus hij denkt ook, wat is dit voor theorieles, joh? Nu gaat het gebeuren, bro. Nu gaat ze hierin zitten. De camera's doen het gewoon lekker mee. Ik zou gewoon denken dat hij echt dronken is. Ja. Wat heb je voor hobby's? Ik heb niet echt hobby's. Nee? Nee. Eigenlijk niet. Nou, je hebt toch een redelijk figuurtje volgens mij, of niet? Nou, dat weet ik niet. Ik ga niet naar de sportschool of zo. Nee? Nee. Hans is een smeerlap. Trek even de tafel om, die vandaan niet schrikken, hè? Oké. Nou, het hangt er lekker bij zo, hè? Ja. En dan, ja, in de lucht kan het ook zo zijn dat we flink gaan dwarrelen. Mm-hmm. Maar daar ben ik wel raar mee, dus. Oké, dat is fijn. Wat ben je toch een smerig. Hij wordt echt steeds dronkener. Ja. Hans, nog iets dronkerder worden. Ik ga heel even naar wc. Iris gaat weg en dat betekent dat Glenn moet ook weggaan. Ik vind dat prima. Dat gebeurt normaal nooit. Dat gebeurt normaal nooit. Bent u er wel klaar voor, meneer? Nou. Want ik heb het idee dat u een beetje moe bent en een beetje... Ik heb gisteren een zware avond gehad en... Ja, dadelijk... maar ik vind het wel een beetje eng, want ik vlieg straks buiten uit een vliegtuig. Ja? En straks vallen we neer. Nee. Ze begint bang te worden. Hé, hey, Iris, hoe gaat het? Ja, goed. Nina begint helemaal in de stress te raken. Helemaal. Je moet een beetje Nina kant van, nou, ik weet niet man, dit voelt echt niet goed. Bang maken. En jij bent pusherig. Nee, we moeten gewoon item hebben. Jij hebt vaak een parachute gesprongen, dus normaal. We drinken allemaal een biertje van tevoren. Hij is niet zo dronken, joh. Ja, en jij gaat lekker. Oh, hij is helemaal lam, joh. Ja. Mag ik even uit? Je moet toch even wennen aan het ding, want straks zit je er langer aan vast in de lucht. Ja, maar ik weet ook, maar ik moet gewoon naar de wc. U bent nu aan het slapen, dat is toch heel raar? Oké, hou Hans maar weg. Hans, gaan we weg. Mag ik nou wel even naar de wc, alsjeblieft? Ik moet echt heel nodig. Momentje. Ja, dit is top. Nu moeten we even een minuut hier hangen en dan iets minder inderdaad erop gaan. Ze blijft meeschudden. Nina zit dus nu helemaal in de eentje in dat hok, in een tuig. Er is niemand om haar heen. En volgens mij zit ze nu echt te bedenken van... Wat ben ik aan het doen leven? Wat ben ik nu aan het doen? Oké, ga maar terug, ja. Glenn? Nee, maar echt, ik zeg, die moet niet goed. Ik zeg, ik moet even naar de wc. Zegt hij, nee, je hangt daar wel mooi met je mooie lichaampje. Hij zegt over, ja, ik heb allemaal privé dingen en nee, ik laat je daar lekker hangen en ik ga even slapen, zegt hij. Gadver. Hij is nu dus weg. Serieus? Prima. We moeten gewoon draaien, klaar. We moeten gewoon draaien. Ik ga niet springen. Hang je lekker een beetje? Nee, ik moet echt kunt heel even naar de wc. Kunt u ons heel even alleen laten? Nee, maar ik moet naar de wc. Ik wil er eerst even uit, want ik moet de hele tijd op plassen. Dat heb ik net ook gezegd, maar kan ik mag niet uit. Even plassen en dan terug, hè? Ja, ik moet gewoon plassen. Dat moest ik net ook al. Draai je het trouwens, Claire? Ja. Oké. Heb je er zin in, Nien? Ja, ik ben benieuwd. Oké, ik ga even naar de wc. Tot zo. Ja. Zal ik even met je meegaan, Nien? Nee, joh, jij bent langzaam. Jongen. Nien? Ben je wel oké? Die man, hij zegt dus tegen mij, ja, ik weet het allemaal niet meer. En ik moet nu eerst... Hij zei dus, ik laat jou hangen en dan ga ik even 10 minuten slapen, zegt hij. Die geluidsgast hoorde dat, hij keek me zo aan. Toen ging hij weg en toen ging hij lekker op mijn stoel kijken. Ging hij me gewoon een beetje aankijken. Ik zeg, mag ik even uit, want ik moet naar de wc. Hij zat ook fucking goor. Hij is goor, zegt hij. Hey, over 10 minuten is de piloot hier, ik kan hem niet laten wachten. Ja, Cool. De ontknoping komt steeds dichterbij. Nog 1 oefening. Ja, Hans moet hier echt helemaal... Al oud gaan, man. Oké, wat gaan we doen? Nou, even tussen, als we even met z'n drieën hier bij elkaar kunnen staan. Oké, laten we gewoon snel gaan draaien. En Iris, kom jij er ook bij? Ja. Nou, maar snap je dat ik het niet heel chill vind? Maar u bent super lam. Misschien moeten we het gewoon snel gaan draaien. Get over it. We gaan even het tuigje om. Ik vind het fucking irritant. Meneer.
Ik hou het niet meer, ik hou het niet meer. Dit is zo tof. Ja, sorry, ik durf niet met die man. Het spijt me echt. Ja, maar u zegt net tegen mij, ik heb een kutnacht gehad. En ja, maar ik weet wel wat ik doe. Blijf pushen, blijf pushen. Dit is top. Glenn, ik ga het niet, spijt me echt, ik ga het niet doen. Het moet wel betaald worden, hè? Ja, ik betaal wel, het boeit me helemaal niks. Nee, Glenn, ik ga niet, ik betaal wel, het boeit me niks. Jij snapt het toch? Ja, we moeten een item, we moeten... Ja, en dan? Springer er uit, die... Worden wel, kijk, die gast, sorry hoor. Ik doe mijn best, toch? Ze zijn aan het huilen. Het is niet dat ik durf, YOLO. Maar... YOLO. Ja, ik durf YOLO. Echt wel, maar ik vind u gewoon echt niet een betrouwde persoon. Het spijt me YOLO. Echt. Ja, Robbie. YOLO. Zeg, we moeten gaan. Maar ik ga toch niet met een lamje iemand uit het vliegtuig springen? We doen wel eens gekkere dingen hier, hoor. Je bent genaaid! Ninetje! Oh, oh nee. Nee. Oh, nee. Ik moet uit. Oh, nee. Oh, ik wil weer blij, Ronnie. Oh, lieve schat. Oh, kom eens hier. Het is allemaal een grap. Oh, ik haat jullie echt. Oh, kom eens hier, lieve schat. Sorry. Ik heb een goed knuffel. Sorry, Nien. Ik wou het zo graag. Ik was echt sorry. Ja, oh, sorry. Wat een enkel, hè? Oh. Maar ik was echt zo bang. Ik had er zoveel zin in en ik was echt zo bang. En jullie zeggen, ja, YOLO. Ik denk, ja, godverdomme, dan flikker ik dood op de grond en jullie met je YOLO. Ik ben Nina Waring en ik ben genaaid. Yay! Yeah. Super hard gedaan. Oh shit. Maar mag ik nog wel, ga ik nog wel eens springen? Mag dat? Is dat mogelijk? Hij is een acteur, hij is geen... We gaan ook niet springen! Echt een kutdag! Q? Nou, ik weet het wel. Krijg 10 euro van je, man. Ja, klopt. Ja, ik heb geen contant geld, maar... Moet je een tikkie sturen? Jij bent de man van de tikkies, dus... Ik stuur je wel een tikkie, vriend. Nina Waring, QC en ik hebben een bericht voor je. Je bent genaaid! Je bent motherfucking genaaid! Genaaid! En de volgende, die komt volgende week. Die gaat ook genaaid worden. Nou, oké. Okay. Oh. Heftig, hè? Dit was echt een stuk heftiger dan ik had verwacht. Ja. Nina, het spijt ons bij deze, met al ons hart. We wouden je oprecht niet laten huilen. Dus moeten we een keertje een bosje bloemetje doen? Ja, dat vind ik een goed idee. Ja. Laten we dat doen. Gaan we doen. Dat ga ik doen. Nee, ik wil mee. Nee, hoeft niet. Ja, waarom niet? Nee, ik wil gewoon alleen bij Nina Waring langs. Nee joh, nee. Nina Waring is gewoon een goede vriendin. Maar ik vind wel dat het echt een leuk idee is als we een bosje bloemen gaan brengen. Ja, dat gaan we doen. Maar dat doen we zonder camera. Lieve mensen, ongelooflijk bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Matenaar. Is dit volgende week weer een nieuwe aflevering. Maar weet je wat, wij gaan een leuke twist opzinnen. Als deze video geen 20.000 likes krijgt, dan gooien we hem helemaal niet online. Komt er niks meer online. Nee. Stoppen we ermee. Joh. Ga lekker naar huis. Dus gooi dat duimpje omhoog. Ja. Vergeet dat niet te doen en dan zien we u de volgende keer weer.